Maar er is meer goed nieuws natuurlijk, dat het gewoon heerlijk zonnig weer is. En ik heb nog meer dingetjes waar ik een big smell van op mijn gezicht krijg. Ik wil zoveel dingetjes vertellen, maar ik weet niet zo goed of ik dingen ga vergeten of maar... Dames en heren, super leuk dat jullie kijken naar een gloedje nieuwe vlog. Mijn naam is Leroy en in deze video wil ik jullie laten weten dat er voor mij heel goed nieuws is. Ten eerste, dat is niet wat ik eigenlijk gelijk wilde vertellen, maar dat is dat ik mijn eigen een GoPro heb kunnen veroorloven, mede dankzij jullie. Dus heel erg bedankt daarvoor. De GoPro die geeft natuurlijk een flinke upgrade aan het vloggen, want die kan ik overal maar neerzetten waar ik dat wil. Dus ik ben nog wel een beetje aan het spelen met de instellingen om het mooiste beeld eruit te krijgen. Dus dat vind ik sowieso heel erg tof. En ik had ook niet gedacht, 10 maanden geleden dat ik hieraan begon, dat ik dat al zou kunnen doen. Dus nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Maar er is meer goed nieuws wat ik later in deze video ga vertellen. Het is al einde van de dag. Ik heb nog 1 adres die we gaan lossen. En daarna moet ik nog even 2 adressen laaien. Dat gaan we als eerst doen en daarna ga ik jullie... vertellen wat het goede nieuws nog meer is. Dus let's go! Nou, zoals je ziet zijn we net bij de ANWB geweest in Woensel. Dat is hier zo lossen, dus dat is op zich vrij makkelijk. En nou gaan we hier weer eruit. Ze zegt dat we hier een rondje kunnen rijden, dus dat gaan we maar eens even meemaken. Over het algemeen is die weg al vrij breed hier. Links afslaan en dan neem de derde links. Dus wat dat betreft zal het allemaal wel goed gaan. Lekker makkelijk hè, Pik. Jongen, jongen. Maar ja, dat soort gasten heb je altijd. Daar doe je helaas niks tegen. Afslaan en dan rechts afslaan. Nou, dan gaan we hier weer lekker naar links. Hoppatee. Rechts afslaan en dan rechts afslaan op de route. Nou, ik moet zeggen dat het eigenlijk wel een prima adresje is om te lossen zo bij die ANWB. Het gaat allemaal wel hartstikke goed. Rechts afslaan op de rotonde en dan rechts afslaan. Ja meneer, dat had u niet verwacht hè, dat ik u voorrang zou geven. Maar ik ben een hele nette chauffeur. Dus u krijgt van mij gewoon de voorrang die u verdient. Nou, we staan nu bij die klant voor de deur. Ik heb daar 2 bundeltjes met kartonnen dozen afgegeven. Ze waren met pauze, dus ik heb ze even voor de deur neergezet. Die meneer zegt, ah, dat is goed. Dus het was niet zo heel interessant hier. Ik denk misschien als die met de heftruck komt of zo, dan kan ik het even filmen. Maar ze staan nu, ik zie ze staan. Ze staan nu daar voor de deur. Dus we gaan even gauw naar de volgende, laaien. We gaan laaien bij... Dat is op zich wel leuk. We gaan laaien bij Makita in Eindhoven. Ik mag daar niks filmen, want dat is natuurlijk allemaal best wel gevoelig. Dat soort dingen. En daarna heb ik nog 1 collie laaien bij Van Spijk. Ik weet niet of dat helemaal klopt. Daar gaan we zo meteen wel eventjes voor bellen. Want soms als het maar 1 collie is, dan klopt dat niet. Dan rijd ik in ieder geval niet voor Jan Lul daar naartoe. Hey lieve mensen, super leuk dat jullie kijken naar een splinternieuwe vlog. Mijn naam is Leroy en in deze video heb ik zoveel goed nieuws. Ik wil zoveel dingetjes vertellen, maar ik weet niet zo goed of ik dingen ga vergeten of niet. Want ik heb gewoon best wel veel leuke dingen. Het eerste goede nieuws is natuurlijk dat het vandaag vrijdag 29 oktober is. En kijk eens om je heen wat voor fantastisch weer wij hebben. Het is...
ja, zomerachtig. Je zou denken van, hé, die gozer die zit ergens in Suriname. Nou, dat is niet het geval. Ik sta gewoon in Eindhoven. We gaan zo meteen laaien bij de Makita. En het eerste goede nieuws wat ik heb, is dat ding wat ik hier in mijn hand heb. En dan misschien denken van, hé, wat is dat? Nou jongens, dit is een GoPro die ik met behulp van mezelf en een klein beetje dankzij jullie als kijker mijn eigen heb kunnen veroorloven. 10 maanden geleden had ik niet verwacht dat ik dit zou kunnen kopen. Ik had het wel gehoopt, maar ik had het nooit verwacht. En we zijn nu 10 maandjes verder dat ik aan dit avontuur begon. En dat ik mijn eigen dit ding kan veroorloven, mede dankzij jullie. Ja, daar ben ik jullie alleen maar heel erg dankbaar voor. Voor dat jullie de video's willen kijken, dat jullie ze blijven kijken. Maar er is meer goed nieuws natuurlijk, dat het gewoon heerlijk zonnig weer is. En ik heb nog meer dingetjes waar ik een big smile van op mijn gezicht krijg. Ja, het is een project wat meerdere dagen gaat duren. Wat meer tijd in beslag neemt. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken. En ik ga jullie laten zien wat het is. De mensen die mij persoonlijk kennen of collega's die mij kennen, die weten al precies waar ik het over ga hebben. De mensen die mij volgen op Instagram, die hebben al het een en ander mee kunnen krijgen. Maar de mensen die mij niet volgen, doe dat even hieronder in de video staat mijn naam. Zoek mij even op. De mensen die mij niet volgen, de mensen die mij niet persoonlijk kennen, die hebben geen idee en die denken van, hé, wat is hij nou aan het doen? Nou, dat ga ik in deze video straks allemaal uitleggen. Dus blijf vooral kijken en ik ga dat allemaal laten zien. Nou, en er waren ook collega's die zeiden van, nou, dan ga je zeker wel weer nieuwe filmpjes maken. Dat deed ik natuurlijk sowieso al. En ik heb nog niet zo lang geleden een keer een video gemaakt waarin ik vertelde, of nou ja, dat mensen vroegen waar mijn toen vaste auto was. Daar heb ik uitleg over gegeven en daarbij zei ik ook van, ik hoop dat ik een nieuwe DAF CF krijg. Ik krijg heel veel de vraag, hey Leroy, wanneer komt weer een nieuw vlogje online? Ik ben het een beetje aan het uitstrekken. Op dit moment wordt er gewerkt aan 2 vlogs. Ik weet niet of er op dit moment aan gewerkt wordt, maar we zijn in ieder geval bezig om 2 vlogs te bewerken. En ik probeer die tijd een beetje uit te strekken, omdat ik nu geen vaste auto meer heb. En ik vind het irritant om zeg maar al die camera-spullen iedere keer mee te nemen en dan weer mee terug te nemen. In mijn eigen auto lagen die spullen altijd gewoon in het kastje en dan kon ik het gewoon pakken als ik video's wilde gaan maken. Maar die auto die heb ik nu dus niet meer. Ik dacht dat die er in eerste instantie uit was. Maar hij rijdt nu op een... voor aan de werk wordt hij gebruikt. Dus hij staat in Alphen. Alphen aan de Rijn. En de bedoeling is dat die auto er wel binnenkort uit gaat. En dat ik dan een andere krijg of een nieuwe. Ik hoop op een nieuwe DAF CF. Want ik vind dat hele fijne auto's om mee te rijden. Maar er is ook een chippies tekort. En daarom duurt het allemaal wat langer. In eerste instantie zouden ze komen in juni. En nou wordt het alweer gauw september. Dus ik heb 2 vlogjes die ik een beetje over die tijd wil uitstrekken. Deze video die heb ik gemaakt omdat ik het vloggen toch heel erg leuk vind. En omdat ik jullie toch wat wil geven. En ook om te vertellen waarom het allemaal zo lang duurt voordat er weer wat online komt. Dus dat is eigenlijk de reden dat je even een tijd niks gezien hebt. Deze video die zal wat sneller online komen. Maar door de chippies tekort duurde dat allemaal lang en een hoop gedoe. Maar veel mensen die zeiden ook van, ja Leroy, ik ga voor jou duimen en ik hoop dat jij die nieuwe CF krijgt. Nou, dat heb geholpen, want afgelopen woensdag 27 oktober heb ik een nieuwe CF gekregen. En de cirkel is pas echt rond, want op diezelfde datum kreeg ik verkering met Vrouwtje Lief. En op diezelfde datum, de 27e, trouwde ik ook met Vrouwtje Lief. Dus dat zijn natuurlijk gewoon hele bijzondere dagen. En dat ik op die dag ook nog een keer een vaste auto krijg, nieuw, dat is natuurlijk fantastisch. En daar ben ik gewoon trots op. Ja, daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee. En ik waardeer dat heel erg dat ik na een jaar pas trailerrijden een nieuwe auto krijg. Er staat natuurlijk Vos op die auto. Ik ga dat jullie gelijk laten zien, jongens. Kijk, er staat hier Vos staat erop. En zoals je gewend bent, is die witte streep, of die oranje streep die hier zat, die is weg. Maar het is een hele fijne auto. Ja, daarboven staat ook Vos. En ik ben gewoon heel erg blij dat ze mij zo'n kans geven met een vaste auto.
En ja, dan kan ik in ieder geval weer een beetje gewoon mijn eigen dingetjes doen. Een beetje mijn eigen maken. Dit project wordt sowieso vervolgd. Want ik kan natuurlijk niet alles laten zien in één dag. Ja, die zon in die camera is een beetje vervelend, denk ik. We gaan eventjes in de auto zitten. Want ik word een beetje gek van de zon ook iedere keer. Zonder dat ik natuurlijk al te veel ga laten zien. Zometeen gaan we zeker even in de auto kijken. Ja, voor de mensen die vinden het misschien leuk om te zien waar ik meer tijd in doorbreng dan dat ik thuis ben. Dus ik ga zometeen alles laten zien. Wat zijn de plannen? Nou ja, het wordt allemaal nog vervolgd. Ik ben heel erg blij gewoon dat ik de kans krijg om een nieuwe auto te krijgen. Daar ben ik heel erg blij mee. Ze hadden ook kunnen zeggen, omdat ik natuurlijk pas een jaar trailer rij van hey Leroy, het spijt me zeer, maar je krijgt nog even een oude en iemand anders krijgt een nieuwe. Ik hoop niet dat het baasje dit ziet, dat hij denkt van hey, ik ga die auto weer afpakken. Want ik heb natuurlijk wel plannen met die auto. Volgende week vrijdag, als er een nieuwe vlog uitkomt, dan wordt er ook wat gedaan aan die auto. Ga ik nu niet te veel over verklappen, jullie gaan het allemaal zien. Wordt sowieso vervolgd. En ja, ik ben gewoon heel erg blij en trots. En dat, ja, dat straal ik uit, hoop ik. En dat ga ik ook uitstralen. Gaan een hoop leuke video's maken. Ik kreeg die auto met 80 kilometer op de klok. Dat is natuurlijk bijna niks. En ja, ik hoop gewoon dat we weer hele leuke tijden gaan meemaken in die auto. Nou, laten we eens even aan de binnenkant gaan kijken. Nou, wat gelijk opvalt is dat we rubberen matten hebben. Ik heb gevraagd voor stoffen matten, maar die kreeg ik in eerste instantie niet. Dus dan moet ik het maar doen met die rubberen matten. Het is niet anders. Nou, die stoelen, mijn jas ligt daar op de stoel. Het zijn ja, natuurlijk nieuwe stoelen, zit op zich wel lekker. En bij de chauffeur hebben we natuurlijk een armsteun erbij, dat is lekker. We hebben hier ook, dat is ook op zich wel lekker, climate control. Dus je kan dan zeg maar gewoon altijd bepalen van nou, ik heb het altijd warm. Dus ik wil dat het altijd 16 graden blijft in die auto. En ja, er zit voor de rest niet heel veel poespas op. We hebben wel een standkachel. Stand airco zit er volgens mij niet op. Maar in de winter heb je daar niet zo heel veel aan. We gaan vanaf volgend jaar werken met nieuwe boordcomputers, heb ik begrepen. Die werken nu niet. Maar daarvoor hebben we nu een Nokia. Waar je dan ja, je opdrachten op ziet. En nou, voor de rest hebben we hierboven natuurlijk drie kastjes. Ik zou eigenlijk niet weten waarom die open staan. Maar die moeten dicht. Nou, daar komen straks natuurlijk allemaal mijn spulletjes in die ik ga gebruiken met overnachten en zo. Dus dat is altijd goed. En nou, ik heb zelf al het een en ander. Kijk, dat is mijn raamband. Die moet ik nog een keertje ophangen. Die leg ik nu even in dat kastje daar zo. Ik heb zelf nu even de gordijnen weer opgehangen. Die lagen thuis ook maar stof te happen. Dus ik denk, die hang ik gelijk maar eventjes op. Nou, voor de rest nog niet heel veel poespas op die auto. Dus we gaan hem in de loop der tijd natuurlijk wel een beetje meer eigen maken. Maar zoals ik al zei, deze video of dit projectje wordt sowieso nog vervolgd. Ik weet niet of je het echt een project kan noemen. Maar ik ga natuurlijk in de loop der tijd wel meer laten zien over ja, wat ik allemaal ga veranderen. Weet je, ik ga nog wel een lampje ophangen en wat dingetjes. Want we brengen natuurlijk veel meer tijd door in die auto dan dat ik thuis ben. En natuurlijk ga ik jullie allemaal laten zien ja, wat er allemaal aankomt voor volgende week. Ik weet niet, het is vandaag vrijdag. Ik weet niet wanneer ik deze video ga uploaden. Maar voor volgende week vrijdag staat die ook ingepland in de garage. Dan gaan er sowieso een aantal dingen gebeuren. Dat wordt sowieso echt een flinke upgrade. Dus ja, ik zou zeggen, zorg dat je die volgende video ook ziet. Dat doe je door even rechtsonder op abonneren te drukken. Doe even die duimpjes omhoog en ik hoop jullie bij de volgende video's weer terug te zien. Dankjewel voor het kijken.